Het is een instrument dat hoort bij de slagwerkgroep. Het is een toetsinstrument, zoals een piano, met witte toetsen en zwarte toetsen. Alleen zijn die dat niet. Die worden bespeeld met stokken. De marimba-spelers zijn heel virtuoos. Die spelen dat met vier stokken, twee in iedere hand. Het is een houtinstrument, dus een hele mooie warme plank. Dit is een hele interessante klas. Het zijn voor het grootste gedeelte masterstudenten, dus afstuderende studenten eigenlijk, die een heel populair, maar niet zo verschrikkelijk bekend instrument echt promoten. Het is een heel uitzonderlijk ensemble. Er zijn er niet veel van in Antwerpen. Het is echt de moeite waard.